Julian. Oh, ja. Julian, de kandidaten. Ja. Ze moeten tegen Barça, wie wordt de trainer? Ja, dat wordt heel interessant. ja, ik had de ene nog niet verteld. Peter Lim heeft waarschijnlijk gisteren ook wel besloten voor het ontslag. Omdat hij overkomt uit Singapore. En de fans van Valencia hadden al aangekondigd om als die... kijk, het was 3 weken of 3 maanden lang was het Nuno VTA, Nuno VTA. Niet alleen op Twitter explodeerde het, maar in het stadion. En dat is rot op, zelfs, op zijn Spaans? Ja, Nuno rot op. Ja, precies. Nuno VTA. Ja. En het is zelfs zo dat hij... Dat is Nuno VTA, Nuno VTA. En toen dat is zelfs gezongen. Hooligan. Dat is wel heel bijzonder. Het is opgevangen bij de dugout in de Zenit. En dus een speler moet het hebben geneuried en hebben gezongen. Tijdens die wedstrijd door een cameramicrofoon opgevangen. En niemand weet wie het is in de dugout. Nou, ik denk dat dat een fatale klap is geweest. Als spelers dat mee blijven zingen. Mega zingen, ja. Er was een shot van Negredo tijdens de derby Valencia-Levante. Een paar weken geleden. Dat hij het niet meezong. Maar dat het hele stadion eigenlijk hem toezong van Negredo, Negredo, joh, te spelen. En dat waren allemaal natuurlijk momenten die deden besluiten dat het toch al rommelde. En Peter Lim had dus zijn komst aangekondigd. En wist dat als hij dan donderdag in Valencia aankomt, dat het een ellende zou worden. Er was een demonstratie aangekondigd voor het stadion. Nou, ik weet niet of je die beelden wel kent van als Valencia aankomt. Ja, bij dat kroegje daar, dat pleintje. Ja, dat pleintje daar, als dat helemaal vol staat met 30.000 man. Dat is heftig. Dus als Lim aankomt met zijn auto uit van de luchthaven en hij ziet daar opeens 30.000 man op een moment dat er niet wordt gespeeld. Dus dat wilden ze voorkomen, want het was eigenlijk zo dat ze zouden afdwingen. Het hele stadion zou behangen worden met Nuno VTA. Nou, dat telt niet. Ik denk dat het wel wordt gezongen. Maar ja, Valencia-Barcelona blijft natuurlijk een historische kraker altijd. Met heel veel emoties. Ook omdat Catalanen willen dat Valencia als Catalaans land wordt gezien. En de Valencianen, het land dat het langste stand hield tegen Franco, vinden toch wel dat ze zelfstandig moeten blijven en ook zo moeten beoordeeld worden. Dus die dragen wel de Señera, dus dat shirt waar ze gisteren spelen, maar geven daar een Valenciaanse klank aan. En nieuwe trainer? En de nieuwe trainer, ja, er gaan veel namen. De bedoeling was dat het Jorge Jesus zou worden volgend jaar. Ook een man van Mendes. Maar gisteren Lee Hoon Chan, de vrouwelijke voorzitter die als setbaas natuurlijk is neergezet door Peter Lim, zei gisteravond dat zij niet een trainer wil uit de stal van Mendes. Dat was eigenlijk het enige echt verheugende nieuws. Of Peter Lim zich daaraan houdt, moeten we natuurlijk nog wel afwachten. Maar dat is wel heel opmerkelijk, ja. Rijkaard wordt genoemd, Laudrup wordt genoemd. Ik denk niet dat die allebei hierin gaan. Een beetje Rijkaard zal waarschijnlijk toch eerst nadenken van wat ga ik daar in hemelsnaam doen. En is natuurlijk niet vergeten dat Koeman de vorige trainer was die met pek en veren eruit werd gegooid. Dus een naam die wel wordt geopperd is Pizzi, die eigenlijk plaats moest maken voor Nuno. Die dat half jaar heeft gedaan dat ze nog de halve finale haalden in de Europa League. En die natuurlijk heel veel spelers kent. En die zou dan de interim coach worden. Maar eigenlijk moet er nu een goede man komen. Maar we hoeven voor de wedstrijd van zaterdag nog niemand te verwachten. Nee, het wordt waarschijnlijk Gary Neville, die daar de assistenttrainer is met de Voro. Of Phil Neville. Phil, ja. Voor de volgende keer gaan we vragen hoe hij daar beland is. Want dat is heel gek. Oh nee, dat natuurlijk. Weet ik wel. Kan ik je heel kort zeggen. Selhurst Park heet dat, die club waar die bij is. Ja, oh, Selford. 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 Selford City, ja. Ja. En Selford is van Peter Lim. Oké. Okay. Ah, oh. Lijntjes zijn heel simpel in het leven. Okay. Maar je moet ze kennen en meestal worden ze door veel ingevoerde journalisten niet openbaar gemaakt. Dat is altijd jammer. Ja. Ik wil jullie als voor de buitenlandrubriek, jullie kijkers er nog wel op wijzen dat er deze week een prachtige special is uitgekomen van Frans Voetbal. Met zeldzaam mooie interviews, weliswaar in het Frans. Met Cruijff, geen woord over Ajax, dus heel boeiend. En Marco van Basten. En beide hebben mooie uitspraken gedaan die jullie op mijn Twitter-account kunnen zien. Dat is dan bij deze gezegd. Ed Jur van Wessem volgt de man met de meeste info over het Zuid-Europese voetbal. Dankjewel, Jurian, nogmaals. Ja, nogmaals.